En welkom bij deze nieuwe video. Vandaag hebben we weer een leuke, positieve video. Want ik ga het vandaag hebben over mijn favoriete make-up producten van het moment. Alles wat ik vandaag ga laten zien, sta ik 100% achter. Ik heb al een aantal slechte make-up video's gemaakt. Maar ik besefte mij dat ik al een hele lange tijd geen favoriete make-up producten video heb gemaakt. Dus ik dacht, weet je, dat gaan we vandaag doen. Mijn make-up collectie wordt steeds groter en groter en groter. Ook gaan er altijd heel veel make-up producten weg, worden vervangen. En ik heb nou hier een aantal producten liggen die ik gewoon echt geweldig vind en ook echt vaak gebruik en ook gewoon iedereen aanraad. Een aantal producten zijn vrij nieuw, een aantal heb ik al een hele lange tijd. Maar ik sta hier gewoon compleet achter en ik denk ook dat de meeste van jullie deze producten goed gaan vinden. Net als bij alle slechte make-up, grote disclaimer. Wat ik goed kan vinden, kan misschien niet werken voor jou. Want iedereen heeft een andere huidstype. Iedereen heeft andere wensen en voorkeuren. Dus ik leg ook altijd goed bij uit waarom ik het goed vind. En dan kun jij bepalen voor jezelf of die geschikt gaat zijn voor jou. Maar al deze make-up vind ik gewoon echt topnotch. Er liggen hier ook een heleboel betaalbare producten. En dat is altijd extra leuk, want dan hoef je ook niet te veel te betalen. Er zitten ook een aantal duurdere producten bij. Maar die zijn echt elke euro waard. Anders zou ik ze vandaag niet laten zien. Dus dat is wat we vandaag gaan bespreken. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik zal eerst even vertellen. Deze make-up look heb ik gemaakt in mijn herfst make-up tutorial. Dus als je wilt zien hoe ik dit heb gemaakt, bekijk even die video. Ik heb alleen wel de lipkleur veranderd. Wat heb ik nou op? Ik heb dit lippotloodje op van Juvia's Place. In de kleur So Rare. Is een nude bruin lippotloodje. Die heb ik ingekleurd met deze matte liquid lipstick van Make-up Revolution. Is een hele lichte nude kleur. In de kleur Darling 122. En daar ben ik overheen gegaan met mijn Kiko Lip Gloss in de kleur 2. Een van de beste nude glossjes die er bestaan. Super mooi. Dus dit is de lip combo van vandaag. Voor de mensen die het misschien opvalt dat ik mijn Morphe Sweet Tea lippotloodje al een tijd niet heb gebruikt. Ik ben hem weer kwijtgeraakt. Dus helaas, anders zou ik die dus vandaag hebben gebruikt. Ik ben hem weer kwijt. Ik moet hem weer opnieuw bestellen. Wat een gezeik. Ik raak hem echt altijd kwijt. Oké, laten we snel beginnen met al mijn fave producten. Want ik kan niet wachten om het allemaal aan jullie te laten zien. Ik ga beginnen met mijn favoriete highlighter. Deze highlighter staat stipt op nummer 1. En dat is mijn Milani Baked Highlighter. Ik heb hem in de kleur 120 Champagne. Deze heb ik vandaag ook op. Ik heb hem hier op. Ik heb hem echt bijna elke dag op. Ook wanneer ik geen video's maak. Deze kleur, deze highlighter, alles eraan is perfect. Je kunt ook zien, normaal liep hij zo een beetje bollig. Maar zoals je kunt zien, zit er nou een hele deuk in. Zie je dit hier zo? Die deuk hier? Zo vaak heb ik hem al gebruikt. Dus sinds ik hem al heb, gebruik ik hem echt bijna elke dag. Tenminste, elke keer als ik mij opmaak. Deze highlighter, je hebt hem ook in verschillende kleuren. Maar champagne is de perfecte kleur voor mij. Kijk even hoe mooi. Kijk hoe mooi die is op mijn gezicht. I love it. Deze staat echt stipt op nummer 1. Deze gebruik ik super vaak. En vooral ook wanneer ik geen video's maak. Want wanneer ik mijn video's maak, wil ik ook altijd graag afwisselen van producten. Want het is niet leuk voor jullie om heel de tijd dezelfde producten te zien. Maar wanneer ik mij opmaak zonder een video te maken, gewoon voor in mijn vrije tijd, breng ik eigenlijk gewoon altijd deze aan. Echt geweldig. We gaan verder met een geweldige lipgloss. En dat is de Make-up Revolution Hydra Bomb lipglossjes. Ik heb er eentje. Ik heb hem in de kleur Dripping. Deze glossjes zijn goedkoop. Het zijn dupes van Fenty Beauty. Even kijken. Dit zijn de Fenty Beauty lipglossjes. Deze zijn by the way ook heel fijn. Deze zijn ook echt even fijn. Ik vind hem echt geweldig. Ook deze kleur vind ik heel erg mooi. De verpakking is ook heel leuk. Want er zitten zo van die druppels op. Kun je zo hier al die druppels zien? Super leuk gedaan. Zo van waterig. Zo van hij hydrateert. Er zit ook hyaluronic acid in. Deze glossjes plakken niet. Brengen gewoon fijn aan. Ik vind hem echt geweldig. Deze had ik gisteren nog op. Ik ben gisteren naar Amsterdam gegaan en zo. Toen had ik deze nog opgedaan. Dit is echt mijn go-to nude rozige lipgloss. En hij is super goedkoop. En ik wil hem ook nog zeker halen in nog andere kleurtjes. Dan heb ik een aantal matte liquid lipsticks die ik ook aanraad. Deze heb ik echt al een lange tijd. Bestaan ook al heel lang. Ik heb het er volgens mij ook al een keer over gehad in een video. Maar ik wil ze toch nog even laten zien. En dat zijn de Maybelline 24 Matte Ink Superstay Liquid Lipsticks. Het is echt een mondje vol. Ik heb hem dus in 3 kleuren. Deze licht roze kleur in de kleur 05. Dan heb ik hier de kleur 75. Ook geweldig voor herfst. Zou ook heel mooi staan met mijn ooglook en make-up look en mijn
bodysuit die ik nou aan heb. En ik heb hem in prachtig bordeauxrood. Deze kleur is zo mooi. Nummer 20. Deze heb ik ook laatst opgehaald toen ik ook iets ging doen. Ik breng even foto's in beeld. Deze matte liquid lipsticks blijven zo ontzettend lang zitten. Ik heb best wel droge lippen. Dus ik neig altijd naar glossjes. Ik heb nou ook een glossje op. Ik doe eigenlijk niet heel vaak matte liquid lipsticks op. Of ik heb ze op en dan een gloss erop. Deze draag ik zonder een gloss. En dat is echt heel uitzonderlijk voor mij. Want ja, bijna elke matte liquid lipsticks drogen dus mijn lippen uit. Deze zijn echt amazing. Gewoon te koop bij de Kruidvat, eten en zo. Lekker makkelijk en betaalbaar. Dus als je nog op zoek bent naar goede matte liquid lipsticks, deze raad ik zeker te weten aan. Dan iets nieuws die ik echt net nieuw heb, maar ik ben al gewoon gelijk obsessed. En dat is deze oogschaduw primer van Makeup Revolution. De Ultimate Eye Base. Ik heb hem in de kleur light, maar je hebt hem echt in heel veel verschillende kleurtjes. Maar ik vind zo'n lichte kleur echt het beste. Deze heb ik ook vandaag gebruikt voor de eerste keer. Ik heb hem pas één keer gebruikt. Het is misschien een beetje vroeg om hem dan gelijk in deze video te laten zien. Maar ik was echt impressed. Ik heb hem vandaag gebruikt dus onder deze ooglook. Deze werkt zo goed. Het is echt een dupe van de P. Louise bases. Deze zijn ook heel goed. Ook niet heel duur. 10 euro. Deze zijn nog goedkoper. Deze komen alleen echt uit Engeland. Dus je moet ze echt bestellen bij de P. Louise website. Had ik ook gedaan. Ik heb er heel veel bij hun besteld. Je betaalt ook geen douane omdat het Engeland is. Maar als je heel dat niet wil doen. Je hebt nou ook gewoon deze. Ik vind hem echt gewoon even goed. Deze is super goed. Gewoon te koop hier bij Boozy Shop. En je hebt dus iets van 3 kleuren of zo. Deze basis is echt geweldig. Mijn ooglook is er echt super goed opgegaan. De oogschaduw bleef echt goed erop plakken. Maar blende ook gewoon nog goed. Hij is ook goed gepigmenteerd. Waardoor ik gewoon een mooie egale oppervlakte kreeg. Ik heb hem pas 1 keer gebruikt nogmaals. Maar ik vind hem nu al geweldig. Ik was gelijk impressed en I love it. Ik kan echt al gewoon na 1 keer weten wat ik van iets vind. Dan ga ik verder met nep wimpers. Een aantal wimpers die ik vrij recent heb gekregen. Maar ik vind ze echt prachtig. En dat zijn deze faux mink lashes van Maria Malky. Dit zijn een van de mooiste faux mink lashes die ik ooit heb gezien. Faux mink houdt in nep mink. Mink zijn dieren, dus alle wimpers die zijn gemaakt van mink zijn dus echt dierenhaartjes. Ik gebruik geen mink wimpers meer, want het is echt super gruwelijk hoe die dieren worden behandeld voor een setje nep wimpers. Het is echt belachelijk, het slaat nergens op. Dus ik gebruik voortaan alleen maar faux mink, neppe mink. Echter vind ik faux mink wimpers altijd een stuk lelijker dan echte mink. Ze doen altijd hun best om die echte mink na te maken, maar dat lukt nooit echt. Het wordt altijd een beetje plasticachtig. Deze wimpers echter zijn echt gewoon net echte mink. Ik ben echt gewoon compleet impressed. Ik kan niet geloven dat dit nep mink is. Kijk hoe mooi ze zijn. Ik heb hier aan de rechterkant Sophia en aan de linkerkant heb ik Mila. Allebei prachtige wimpers. Dit zijn wel hele everyday wimpers van mij. Deze gebruik ik ook niet vaak op beeld. Deze gebruik ik vaak wanneer ik gewoon mijn everyday looks maak. Als ik gewoon iets ga doen voor mezelf in mijn vrije tijd. Echt geweldig. En ik ben echt zo impressed hoe erg ze op echte mink lijken. Dat zie ik niet heel vaak. Dus deze wimpers wil ik jullie aanraden. Voor iedereen die op zoek is naar een geweldig zwart oogpotloodje, raad ik deze aan van Pixie. Dit is de Pixie Endless Silky Eye Pen. Dit oogpotloodje is zo ontzettend zwart. Ik was ook echt een hele lange tijd op zoek naar een oogpotloodje die echt zwart aanbracht. Ik kon die niet heel makkelijk vinden. Op de een of andere manier zijn de meeste zwarte oogpotloodjes gewoon niet zwart genoeg, niet creamy genoeg, brengen vaak niet goed aan, brengen een beetje vlekkerig aan of een beetje grijsachtig, maar ik wilde echt zwart hebben en dat heb ik nou gevonden. Ik heb deze ook vandaag aangebracht op mijn bovenste waterlijn. Dus hier zo, dat doe ik heel vaak. Zodat je die waterlijn niet meer kunt zien. En het gewoon helemaal inblendt met mijn nepwimpers. Deze is echt zo ontzettend zwart. En ook super creamy. Dus hij brengt ook gewoon super makkelijk aan. I love it. Pixie is te koop bij themakeupspad.nl.com. Een van de twee. Dus daar is hij gewoon als het goed is. Ik heb het gehad van hun in PR. Maar ik weet dat de Makeup Spad Pixie ook verkoopt. Dit is echt stipt op nummer 1. Het beste zwarte oogpotloodje die ik heb. Ik heb ook een aantal die heel duur zijn. Duurder dan deze. En die zijn gewoon slecht. Dus ben je nog op zoek naar een goed zwart oogpotloodje? Ik raad deze zeker aan. De losse poeder die ik echt al een lange tijd sinds ik hem heb. Is echt al een paar maanden echt straight up heel vaak gebruik. Is deze van de Makeup Studio. Dit is de Translucent Poeder Extra Fine in de kleur 1. Hij is ook al bijna op zoals je kunt zien. Deze poeder is gewoon uitmuntend. Echt uitmuntend. Deze is zo goed. De kleur is ook echt perfect. Ik denk ook dat een heleboel mensen hier blij mee gaan zijn. Want ik vind hem geschikt voor elke huidtype. Voor de vettige huid, voor de normale huid, voor de droge huid, voor de gevoelige huid. Deze poeder is gewoon een
all over goede poeder voor elke gezichtstype. En dat is niet elke poeder. Sommige poeders zijn heel uitdrogend. Sommige poeders zijn glowy en weer heel niet fijn voor de vettige huid. Deze poeder vind ik al met al super fijn voor elk soort huidtype. Ik vind deze fijn. Dit is echt gewoon mijn go-to poeder. Als ik gewoon niet nadenk over welke poeder ik wil gaan pakken en niet per se een bepaald effect wil hebben, dan pak ik altijd deze poeder. Ik heb ook voor hun site een kortingscode. Staat beneden in de beschrijving. En dan heb je ook een beetje korting op hun site. Maar deze poeder is iets van 20 euro. Elke cent waard. I love it. Dan ga ik verder met concealer. Ik heb er twee die ik jullie wil aanraden. Allebei heb ik ook vrij nieuw. Maar allebei geweldig. Ook al heel vaak gebruikt. I love it. Ik ga beginnen met de Morphe concealer. Vooral mensen met een vettig huid. Ga deze concealer gewoon eventjes halen. Ik heb hem in de kleur C2.15. Ik had hem in een video getest. En daarna ook nog heel vaak gebruikt. Hij heeft een volledige dekking en hij is super mat. Dus als je gewoon wil dat alles gewoon mooi smooth wordt, lekker mat wordt en gewoon goed dekt, is dit echt een concealer voor jou. Hij is ook niet te duur en voor de mensen die het misschien nog niet weten, Morphe is ook tegenwoordig gewoon te koop bij Douglas online. Ze hebben niet de hele collectie van Morphe, maar wel een heleboel. Morphe heeft ook gewoon een EU-website. Mocht je gewoon hun hele collectie willen winkelen, dan bestel het daar. Deze is gewoon te koop bij Douglas. Bij Douglas betaal je ook geen verzending, dus je kunt hem gewoon makkelijk halen. Hij is echt geweldig en vooral mensen met een vettige huid echt top. Ik heb een normale tot droge huid, maar ik vind hem ook fijn. Als jij een super droge huid hebt, raad ik hem misschien niet aan. Maar voor jullie heb ik ook een goede concealer, want ook nieuw heb ik hier de Catrice True Skin Concealer. Geweldig. Echt geweldig. Deze heeft ook een volledige dekking. Ik heb de kleur 032 Neutral Biscuit. Dit is ook echt super betaalbaar. En een super goede concealer. Omdat hij gewoon goed dekt. En hij hydrateert echt geweldig. Heel vaak zeggen concealers dat ze hydrateren. En dan breng ik ze aan. En dan is het echt van, nee, het hydrateert totaal niet. Het is gewoon glowy, maar het geeft geen hydratatie. Deze zeker wel. Er zit ook hyaluronic acid in en hij is waterproof. Hij geeft zo een mooie glanseffect. Ik had ook deze getest in de Catrice video laatst. Hij geeft een prachtige glans. Het is ook niet te veel glans. Het is gewoon perfect genoeg. En I love it. En hij dekt echt goed. En ja, echt, Catrice is killing it als het gaat om concealers. Hij blijft ook 18 uur goed zitten. Ik heb hem ook een heel dag gedragen, meerdere dagen. En hij blijft inderdaad echt super goed zitten. Dus deze twee concealers raad ik allebei aan. Deze vooral voor de vettige huid. Deze voor de normale en droge huid. Dan een primer. Hij is wel super duur, maar hij is gewoon super goed. Dus ik ga hem jullie alsnog aanraden. En dat is de All Nighter Face Primer van Urban Decay. Voor alle fans van de All Nighter Setting Sprays die hem zo geweldig vinden, deze primer is even goed als de setting spray, maar dan qua primer. Zo goed vind ik hem. Ik vind hem wel echt belachelijk duur. 36 euro is hij. Ik vind dat echt een belachelijke prijs. Ze hadden echt die 6 eraf kunnen halen. 30 euro is altijd wel een beetje mijn max. Maar deze, ja, ik vind hem gewoon zo goed dat ik hem toch wil aanraden voor de mensen die gewoon iets mee te besteden hebben. En gewoon denken van, ik moet een goede primer hebben. Het maakt me niet uit hoeveel die kost. Deze laat je make-up echt lang zitten. En als je ook nog eens de fixing spray hebt van hun, deze, de All Night de fixing spray, deze combinatie, je make-up blijft gewoon een week goed zitten. Ik vind hem zo ontzettend goed. Hij brengt ook heel fijn aan op de huid. Hij voelt een beetje aan als een crème. Dus als je hem aanbrengt, voelt het ook gewoon goed aan. En dat vind ik ook altijd fijn. Deze primer, ja, ik, jongens, echt, echt waard. Dan ga ik verder met een blush. Dit is een cream blush voor mijn vaste kijkers. Die weten nou zeker al over welke blush ik het ga hebben. Ik gebruikte niet heel vaak cream blushes. Deze cream blush is zo goed dat ik gewoon ben begonnen aan heel vaak cream blush gebruiken. En dat is deze cream blush van de Makeup Studio. Cream blusher heet die. En ik heb hem in de kleur Coral Passion. Ook echt een prachtige kleur. Oh, hij gaat niet open, jongens. Deze. Hij lijkt een beetje heftig. Hij is ook wel een beetje heftig, maar hij is gewoon heel mooi op de huid. Ik heb hem ook nog laatst gebruikt in een video waarin ik liet zien hoe je make-up 24 uur lang goed blijft zitten. Deze cream blush is zo goed dat het mij verslaafd heeft gemaakt aan cream blushes. Ik, een persoon die gewoon altijd poeder gebruikte, ik gebruikte eigenlijk bijna nooit cream blushes. Ik had er ook een aantal getest, maar er was nooit een cream blush waarvan ik dacht, ik vind hem goed. Ik vond ze altijd gewoon een beetje blij en ik gebruikte ze ook niet meer. Ik hield gewoon altijd op mijn poederblushes. Dit is de blush die mij verslaafd heeft gemaakt aan cream blushes. Door deze blush ben ik cream blushes gaan gebruiken en ik vind het ook een super mooi effect. Vooral als je deze aanbrengt en dan daarna nog een normale poederblush. Het is zo mooi. Het laat je blush ook super lang zitten. Want ik denk dat heel veel van ons ook weten dat blush een van de make-up producten is die het snelst van je gezicht afgaat. Het vervaagt echt het snelst. Als je deze cream blush eronder aanbrengt, dan heb je nog een extra kleur en een extra houvast. Waardoor je blush gewoon de hele dag goed te zien is. Dus
deze cream blushes van hun. Jongens, ik weet niet wat het is. Ze blenden ook echt geweldig. Kijk even hoe mooi deze kleur ook is. Hij blendt echt uit like a dream. Hij blendt geweldig uit. Helemaal niet vlekkerig. Helemaal niet patchy. Wat wel heel vaak is met cream blushes. Hij blendt uit als een poederblush. Echt geweldig. Ik raad hem iedereen aan. Oké, foundation. Er is één foundation die ik jullie gewoon echt wil aanraden. En dat is de Milani Screen Queen Foundation. Ook deze heb ik getest in een video. Ik heb echt alles getest in video's. Deze foundation is zo ontzettend fijn. Ik heb hem in de kleur 340 Warm Buff. Is ook de perfecte kleur voor mij. Het heeft een lichte dekking. Een lichte tot medium dekking. Je kunt iets meer aanbrengen en dan wordt het medium. En het heeft een glanzende natural finish. Dit is de ideale foundation voor everyday. Voor de meiden die gewoon werken elke dag en niet te veel willen opmaken. De meiden die naar school gaan. Dit is echt gewoon de perfecte everyday foundation. Deze foundation gebruik ik ook niet wanneer ik echt ga voor een full glam make-up look. Deze foundation gebruik ik in mijn vrije tijd als ik gewoon even snel me wil opmaken om iets te gaan doen. Dan breng ik deze aan. Ook heeft deze een blue light filter. Blauw licht is slecht voor je huid. Het droogt je huid uit. Blauw licht is wat van je phone afkomt. Van je laptop afkomt. Van mijn lichten hier in mijn beauty room afkomt. Als je deze aanbrengt, dan beschermt dat ook je huid tegen die lichten. Dus dat is een extra pluspuntje. En ik vind hem echt amazing. Voor everyday, voor alledaags, is dit gewoon echt een super fijne foundation. Ik denk ook dat het geschikt gaat zijn voor elke huidtype. Ook de vettige huid. Het heeft wel een naturel glanzende finish. Maar het is niet super, super glanzend. Dus voor mensen met een vettige huid, je komt hier ook mee weg. Gebruik gewoon een matte primer eronder. En dan deze. Echt geweldig. Super mooi. I love it. En dan last but not least. Ik heb hier een aantal oogschaduwpaletjes die ik jullie echt wil aanraden. Vooral ook met de herfst. Ik heb een aantal everyday paletjes, maar ook heftig paletje. Dus dit zijn de paletjes die ik jullie gewoon echt wil aanraden. En ik ga beginnen met de meest betaalbare. En dat zijn de W7 Bare It All paletjes. Deze nude paletjes, echt geweldig. Het zijn dupes van Huda Beauty paletjes. Dit zijn echt de perfecte everyday. Ik ga naar school, ik ga werken, net als die foundation paletje. De paletjes zijn gemaakt voor lichte huidskleuren, medium huidskleur en donkere huidskleur. Ook al val ik meer in de categorie medium huidskleur, vind ik deze mij altijd prachtig staan. Je hebt matte en glanzende kleurtjes. Echt super, super mooi. Dus dit is het donkerste paletje Raw. Dan heb ik hier het paletje voor alle medium huidskleuren zoals mij. Dit paletje heet Uncovered. Zoals je ook al wel kunt zien, vooral de glanzende kleuren hier. Dit paletje heb ik echt vaak gebruikt. Prachtig. En dan heb ik hier ook het lichte paletje. Die heet Exposed. Dit paletje spreekt mij persoonlijk het minste aan. Maar dit zou echt geweldig zijn voor iedereen met een hele lichte huidskleur. Of course, maakt het niet uit welke huidskleur je hebt. Je kunt gewoon alle paletjes mixen. Je kunt aanbrengen wat jij wil. Dat doe ik ook. Deze paletjes... echt amazing. Super betaalbaar. Super mooi. I love it voor elke huidskleur. Vooral dit lichte paletje. Omdat ik geen hele lichte huidskleur heb, trekt hij mij het minste. Maar voor de mensen met echt een super lichte huidskleur, dit zijn echt perfecte kleurtjes voor jullie. Maar deze paletjes zijn zo goedkoop dat je eigenlijk gewoon makkelijk alle drie kunt halen. Of gewoon twee, als er twee zijn die je aanspreken. Voor iedereen met een medium tot donkere huidskleur, raad ik zeker allebei deze paletjes aan. Dit zijn echt super betaalbare paletjes voor de meiden die ook niet veel te besteden hebben, die nog op school zitten en dat soort dingen. En gewoon even snel een lookje willen maken. En niet te veel willen betalen. Deze paletjes, amazing. Ik raad ze echt aan. Voor de mensen die willen gaan voor kleurrijk, die al super goed zijn in make-up looks of niet. En gewoon willen oefenen met kleurrijke looks. En voor de mensen als mij, die er gewoon van houden. Die houden van heftige looks. Dit paletje van Nikki Tutorials Limited Edition. Ga hem inslaan. Ook hier heb ik een hele dedicated video over gemaakt. Ik heb hem ook gemaakt voor mijn verjaardags make-up look. Daarvoor heb ik hem ook gebruikt. Dit paletje is heftig. Maar ook niet te heftig. Je kunt er gewoon een everyday look mee maken. Ook mijn verjaardagslook was ook echt niet super heftig kleurrijk. Je hebt hier veel bruine kleurtjes, wat lichtere roze kleurtjes. Daarmee kun je gewoon een everyday lookje maken. Maar zoals je kunt zien heb je ook een heleboel heftige kleurtjes. Dit paletje, de kwaliteit is echt goed. De prijs-kwaliteit verhouding is ook heel erg goed. En ja, als je gewoon Nikki support, dan zou ik hem zeker halen. Ook is hij dus limited. Dus hij gaat weg op een dag. Dus vind je hem mooi, haal hem zeker. Hij is gewoon te koop bij Beauty Bay. Beauty Bay is een Engelse website. Kun je makkelijk bestellen. Je hoeft geen douane te betalen. Niks. En je hoeft geen verzending te betalen. Want dit paletje is 30 euro. En vanaf 30 euro of vanaf een bepaald bedrag hoef je geen verzending te betalen. Dit paletje is het zo erg waard. Die glanzende kleuren ook, jongens. Niet te doen. Kijk even deze pigmentatie. Je hebt ook wat feldere kleurtjes zoals deze gele kleur. Dit soort kleuren zijn niet heel makkelijk te maken. Die zijn vaak niet heel erg heftig. In dit paletje gewoon wel. Kijk ook deze roze kleur. Echt mensen.
De pigmentatie is zo wauw. Als je wilt zien dat ik hem aanbreng, bekijk even de video over dit paletje die ik heb gemaakt. Wauw, het zijn allemaal pressed pigments. Pressed pigments zijn altijd nog heftiger dan gewone oogschaduw. Ik raad dit paletje gewoon aan. Ik vind hem zo mooi dat ik hem gewoon echt in deze video wilde laten zien. En dan het laatste paletje. Dit is echt het paletje voor mij. Voor de herfst, voor de winter ook gewoon. En dat is dit paletje van NYX. De Ultimate Utopia Palette. Hierover heb ik ook een hele video gemaakt. Dan kun je nog twee andere ooglooks zien met dit paletje. En deze ooglook is dus ook gemaakt met dit paletje. Dit paletje is €40. Dat is vrij duur voor NYX. Maar je krijgt heel veel kleuren en de kwaliteit echt absurd goed. Echt, echt heel erg goed. Ik vind het het beste NYX paletje ever. Van al hun paletjes die ik heb, vind ik dit het beste paletje qua kwaliteit, qua kleuren, qua kleurenopzet. Alle kleuren die ze hierin hebben gedaan. Qua prijs-kwaliteit verhouding. Dit is echt een heel, heel goed paletje. En je hebt ook heel veel verschillende formules. Je hebt gewoon de matte kleuren die we gewoon gewend zijn. Je hebt de normale glanzende kleuren. En je hebt hier de heftige beetje metallic-achtige kleuren. Die heb ik ook vandaag gebruikt. Dat is dus deze gouden kleur. Kijk even hoe heftig het is. Deze zwarte kleur. Zwart is altijd een beetje moeilijk om mee te werken. Maar dit blende echt geweldig. Het kost mij echt niet veel moeite. En het is echt gewoon wowie. Het is ook nou herfst, dus sla hem snel in. Dan heb je nog de complete herfst om gebruik te maken van dit paletje. Ik kan niet eens beginnen met te vertellen hoeveel looks je kunt maken met dit paletje. Ik heb er nou al 3 hele verschillende looks mee gemaakt. I love it. En hij is ook geschikt voor everyday looks. Pak gewoon een beetje van die bruine kleurtjes. En je kunt gewoon zo naar school toe gaan. Het is echt geweldig, dit paletje. Ik heb hem niet gehad in PR of zo. Ik heb hem gewoon gekocht met mijn eigen geld. Dus echt geweldig. I love it. Nou mensen, dit was het dan. Dit waren alle make-up producten die ik jullie allemaal aanraad. Gaat allemaal snel inslaan. Ik denk echt dat al deze make-up echt geschikt gaat zijn voor iedereen. Ik heb ook goed uitgelegd hoe alle make-up werkt. Dus beslis even voor jouzelf of het echt iets is wat jij zoekt. Heb je nog een vraag omtrent deze video, de make-up producten of het gaat matchen met jou? Je kunt gewoon altijd al je vragen stellen onder deze video. Doe het ook echt onder deze video. Want heel vaak sturen mensen mij vragen via DM's, via Instagram. Maar ik lees niet altijd al mijn DM's en alle reacties onder deze video lees ik wel. Dus dan heb je ook gewoon het snelste antwoord en dan ben je ook verzekerd van de antwoord. Dus ja, dit zijn gewoon alle geweldige make-up producten op het moment. Laat me weten wat je vond van de video en van alle producten. En heb jij misschien ook al iets? Laat me weten wat je ervan vindt. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!